I have seen the land of good old Uncle Sam. Been in Russia, Greece and in Japan. En dan moest je het hele tijd met je hol omhoog staan. Met je... Ja, met je hol omhoog staan, dat is toch avontaal? Ja, nee, maar dan stond je gebukt en dan had je constant of een bakkie, zo'n weerskant, zeg maar 25. Dat was zwaar, hè? En dat was wel zwaar, ja. En dan was je hele dag bezig en dan had je echt geen plaats, joh. Okay, en dan kreeg je wel een klein huis en dan pakten we dan netjes erbij. En verhoogd taakloon ook nog of niet? Kreeg je ook. Ja, want ik heb ook wel eens een keer meegemaakt als je nou iemand, als je een boot met balen krijgt voor putjes maken. Nou, als je nou een nieuwe gozer hebt, dan liet je hem dat putje maken en dan zei dat putje, dan kroop ik er weer in. Het Havenmuseum. Het begint er al mee dat de toegang gratis is. Het kost dus niks. Nee, het is een uniek museum. We zijn gratis. We maken onderdeel uit van de openbare ruimte. Hier staat geen hek omheen. Iedereen kan hier terecht en kan naar hartelust onze objecten bewonderen. Naar binnen en naar buiten. Op de schepen, buiten de schepen, op de kade. Ja, ja. Het museum op zichzelf is gewoon vrij toegankelijk. Dus je had veel, ook kapzakken had je dan ook. Wat is dat, kapzakken? Nou, dat is op je nekje mee en dan zou je inlopen weer. En als je dan zeg maar kapzakken moest, maak je eerst een tafel onderwerks. Je kan ook een hijs, een stapel bakken inzetten, maar ja, dat deed je nog niet. Dan maakte je een tafel onderwerks, dan liet je je hijs opstrijken. En dan liep je de zij mee in. En dan ging je daar zeg maar opwerken. En dan zo naar buiten komt toe. Terug naar de tijd toen Rotterdam nog havens had. Dat wil zeggen, die zijn er natuurlijk nog wel. Maar je ziet er nagenoeg geen zeeschepen meer. Geen volgepakte kaders, geen afgeladen loodsen, niets. Totale leegte. Jawel, Rotterdam is de city. Maar waar zijn de havens? Waar is de havenarbeid gebleven? Nou, twee keer waarschuwen en dan zeiden we van, nou ga nou één of twee dagen kuieren. Kuieren, wat is kuieren? Kuieren is twee dagen van je eigen rekening. En dan kon je weer terugkomen. Naar huis, twee dagen naar huis. Naar huis, ja. Ooit waren dit de plekken waar jaarlijks die miljoenen tonnen aan goederen werden geladen en gelost. Rotterdamse havens en kaders die nu zijn gevuld met woonblokken. Prachtige woningen en kantoren, dat wel. Maar ze bieden uitzicht op Maaswater, waarop bijna niet meer gewerkt en geleefd wordt, behoudens de binnenvaart- en rondvaartboten die door de ontwikkelingen niet te min kunnen voortbestaan. Wat een verschil met vroeger. What to tell the truth, no matter where I am. Wherever I roam, my home sweet home is Rotterdam. Rotterdam is the city. There's no river in the world you wouldn't fight. Wat de stad Rotterdam betreft, die bezongen city, de herinneringen aan al dat voormalige havenwerk, de machinerieën, de schepen, de werkmethodes wel, die zijn eigenlijk alleen nog terug te vinden in spaarzame archiefbeelden. Maar ook in een museum, het Havenmuseum aan de Leuvenhaven, waarin die reusachtige historie is vastgelegd en weer valt her te beleven. Maar ook met een blik op de toekomst. Nou ja, wij brengen hier die haven weer terug in de stad. En dat is denk ik ook voor de stad de essentie waarom wij hier kunnen en ook mogen blijven. U zegt terecht, we brengen de haven weer terug in de stad. Haven van deze tijd terug in de stad. Hè? Want nu is het eigenlijk voor de rest, als we buiten het havenmuseum gaan kijken, een stad zonder havens. Want je ziet er geen zeeschepen meer. Dat klopt wel. Anderzijds moet ik wel zeggen, de haven heeft zichzelf ontwikkeld. Dus het is ook logisch dat hij de stad buiten de stad is gekomen. En de stad heeft zichzelf ontwikkeld. En die twee samen, dat verhaal, dat proberen wij hier te vertellen. Dus wij leggen als museum ook een link met het heden. Dus ja. Het is niet zo dat we alleen maar in de historie kijken. Nou, dan liep je de zij mee in. En dan ging je daar zeg maar opwerken. En dan zo naar buiten komt toe. Maar 9 van de 10 keer gebeurde dat wel eens. Door je zeg maar twee balen niet helemaal naar de wand toe ging. Dan bleef je zeg maar een baal of anderhalf uit de zweetlatten. Dus te sneller was je zeg maar onderdeks. Dat lijkt wel een vakman. Nee, maar ja, goed, dat deed je dan. Om gauw onderdeks te komen en dan was je klaar. Ja. Maar die stuurmannen wisten dat op de andere reis ook natuurlijk wel weer. En die gingen dan op de gemak even tijgen over die baal heen. En dan zagen ze die achterkant. Hé, hey, daar kan je nog balen. Ja, dan was je te lul natuurlijk. Het is een museum dat draait om vrijwilligers.
Meer dan 200 vrijwilligers hebben we. 200? Ja, dat is correct. En ja, dat is fantastisch. Mensen uit de haven die hier ervoor zorgen dat onze objecten draaiend blijven. Vrijwilliger wil ook zeggen onbezoldigd, geen salaris. Dat klopt helemaal. Dus er zijn hier mensen die 2-3 dagen in de week bij ons bezig zijn om onze kranen te onderhouden. Om te varen met de schepen, noem maar op. Ja. Ja, ik zeg, ik doe het al 14 jaar. 14 jaar? Ja. Er is geen betere baas. Geen betere baas dan? Er is geen betere baas dan het havenmuseum. Vindt u dat ook? Jazeker weet ik. Maar ik kan komen beginnen. Oh, ik kan hier ook komen werken. Vrijwilligers kunnen altijd gebruiken. U werkt ook met het havenmuseum? Ja, als vrijwilliger werken we. Leuke baan? Heerlijke baan. Als vrijwilliger? 2 dagen in de week. Lekker ontspannen bezig. Het havenmuseum is een reusachtig project. Over de volle lengte van de Leuvenhaven, eigenlijk midden in het centrum van Rotterdam, bevinden zich de kranen, winches, vroegere vorkheftrucks. Dit is tillen. Dit is heffen. Alles nog zoveel mogelijk in bedrijf. Een complete graanelevator, rijdende stoomtrein met wagons, zeer veel overslagfaciliteiten uit de roemrijke jaren van het stukgoed. Maar ook in aangrenzende oude havens zoals de Wijnhaven, Oude Haven, Haringvliet, zelfs Delfshaven, de Bierhaven, tal van historische faciliteiten om de herinnering aan dat wat deze stad zo groot en wereldberoemd heeft gemaakt in fysieke zin levend te houden. En wat te denken van de vele oude historische schepen, die men hier liggers noemt, waarmee particulieren om die reden hiermee een ligplaats kunnen verwerven ten einde continu aan onderhoud te kunnen werken. Met natuurlijk als hoogtepunt de werf aan de Oude Haven, de scheepshelling Koningspoort. Recht tegenover de kubuswoningen en die vele terrassen waar de oudste binnenvaartschepen weer glorierijk worden gerepareerd tot de dagen van toen. Voor de bezoeker alles gratis dus. Ook het praatje met de hellingbaas. Het schip is van 1906. 1906? Ja, dat is 105 jaar oud. Alsjeblieft. Dat is middelbare leeftijd, hè? Alsjeblieft. En dan toch nog voor de restauratie. Dus het kan wel een paar jaar mee. Als het straks klaar is. Ja, nee, dat sowieso. En het is ook niet noodzakelijk, maar ik vind het zelf een plezierig idee dat alle grote dubbelingen eronder uit zijn. En dat het de kwaliteit ook zit in het uiterlijk. Dat je ziet dat het er goed uitziet. Ik ben ook heel blij dat het besef is dat dit zijn natuurlijk de 16, 17 eeuwse havens waar Rotterdam groot is van geworden is. En later is natuurlijk de haven de stad uitgegaan. En wij brengen hier die haven weer terug in de stad. En dat is denk ik ook voor de stad de essentie waarom wij hier kunnen en ook mogen blijven. There's no place I'd rather be. Rotterdam is a city. Rotterdam.